Welkom bij het Zondag met Lubach. Eerst even dit. Groot nieuws. Het gaat goed met de emancipatie. We hadden al dat vrouwen wat meer mogen. We zijn ook al een tijdje bezig met dierenrechten. En nu is het tijd voor de laatste achtergestelde groep. Groningers! De gaskraan in Groningen gaat helemaal dicht. Ja, wauw, wat fijn voor de Groningers. De gaskraan gaat helemaal dicht. Hoe snel gaat die kraan dicht? Nou, het Reformatorisch Dagblad schreef een helder artikel over die gaswinning. Mogen we die even zien? Nee, niet dit artikel. Nee, over die gaskraan was het. Nee, over Groningen was het. Nee, die ook niet. Wat een geile redacteuren daar bij dat Reformatorisch Dagblad, joh. En welke? Ja, deze, ja, precies. Okay. Uiterlijk in 2030 moet de gaswinning nul zijn. En dat afbouwen van het gas kan ze in Groningen niet snel genoeg gaan. Waarom? Voor Groningen is elk jaar toch wel weer een heel lang jaar. Ja, dat is zo. Ja. Elk jaar in Groningen duurt heel lang. In tegenstelling tot Limburg, daar vliegt het voorbij. Eén hertog Jan, een stuk vlaai en een bord zuurvlees en het is alweer herfst. Nou, dat stoppen met pompen, dat is een besluit van Erik Wiebes. Ooit mislukt bij de Belastingdienst. Toen heb ik hem nog een baan aangeboden om grapjes voor mij te schrijven. Dat is echt waar. Heeft hij afgeslagen. En nu is hij minister van Klimaat. Eigen schuld, dikke bult. Nou, wat heeft Erik Wiebes gedaan? Hij is naar Groningen gegaan. Hij is gaan luisteren naar de Groningers. En die zeiden, de heile bouwdel ga je naar Barels. Toen zei Erik Wiebes, ik versta dit niet. En toen zeiden de Groningers, onze provincie gaat kapot. En dus besloot Wiebes, oké, dan stoppen we met het gaspompen. Wauw, waarom hebben we dat niet eerder bedacht? De gaswinning was net als een leuk feestje. Dan ga je ook altijd net te laat weg. En dan bedenk je achteraf dat je eigenlijk eerder je jas zou moeten pakken, want de volgende dag zit je groggy op de bank en dan denk je, waarom moest ik nou eigenlijk zo lang blijven? En Wiebes voorganger, Henk Kamp, dat was een heel ander verhaal. He, ondanks alle problemen bleef hij record hoeveelheden gas uit de grond pompen. Om in feesttermen te blijven. Kamp, die wist zeg maar niet wanneer hij van dat feestje weg moest gaan. Dat is die ene gast die als enige overblijft op het feest en dan toch nog steeds blijft uit angst om iets te missen. Ja, misschien wordt het straks nog leuker. Ja, kan toch? Ja. Nou, laat mij maar even DJ'en. Don't you know, pump it up. Baby, pump it up. Ja. Groningen werd zo wanhopig van al dat gepomp dat er zelfs mensen in hongerstaking zijn gegaan. Die kunnen nu dus weer eten dankzij Wiebes. Heeft hij daar nog iets over te zeggen? Ik wil hier even gezegd hebben, als je niet in hongerstaking gaat, maar wel schade hebt, kom je ook aan de beurt. Dit is gewoon oprecht grappig. Wat een goede tekst heeft die man. Nogmaals, meneer Wiebes, u kunt direct bij ons op de redactie aan de slag. Ik meen dat. Maar goed, ik snap ook dat u eerst nog even die gaswinning moet afronden, want dat is ook belangrijk. Kijk, die gaswinning is altijd heel belangrijk geweest voor Nederland. Ja. En voor Groningen. Ja. En dan is het op een gegeven moment een beetje zoiets als een goed feest. Dan ga je ook altijd net te laat weg. En dan bedenk je achteraf dat je eigenlijk eerder je jas had moeten pakken. Want de volgende dag zit je groggy op de bank en denk, waarom moest ik nou eigenlijk zo lang blijven? Erik Wiebes, ik blijf het zeggen, je bent hier altijd welkom. Altijd. Hoi, ik ben Arjen Lubach. Bedankt dat je hebt gekeken. Wil je op de hoogte blijven van onze items en van de lekkerste recepten voor Fries suikerbrood? Abonneer je dan op ons kanaal. Meer zien? Ga naar npo3.nl/zondagmetlubach.